Ik heb een gedeeltelijke USB, voor de rest heb ik niks. Misschien dat het daarop staat. Die autoclicker? Ja, het zou kunnen, maar... Heb je die USB dus net uitgehaald dan? Die USB heb ik inderdaad net uitgehaald. Die is van een vriend. Een half uur geleden? Ja, die heeft hij meegenomen. Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video hebben we weer een nieuwe stafserie. Deel deze natuurlijk ook met je vrienden. En ja, ik vind het best leuk als staf op Frusky. En ja, ik ga er ook zeker gewoon mee door. Ja, wie weet binnenkort een keertje junior mod. En ja, drop een like, abonneer op mijn kanaal. Geniet van deze video en ik wil jullie heel erg bedanken voor het gebruiken van de code Gerlof op aankoop van partnerkeys. Dus blijf dat ook sowieso doen. Gebruik de code Gerlof als je partnerkeys koopt of een bundel. En dan, na dat gezegd te hebben, geniet van deze video. Enjoy! Ik zweer het je, SF, iedereen van Frusky, iedereen heeft invispec. Iedereen. Nou, dan ben ik ze ik allemaal. Oké, als ik nu een paar namen opnoem, wat kan je dan doen? Als ik nu mensen opnoem die invispec gewoon hebben. Dan zet ik ze op een lijstje en dan screenshare ik ze. Ja, maar kan ik daar wat voor krijgen of niet? Want anders ga ik gewoon geen matties naaien. Nee, dan kan je niks voor krijgen. Ja, dan ga ik ze niet naaien. Nee, maar het is gewoon unfair. Je ziet ook dat ik deze pack like deze toch? Zie je nu, hier. Ja. Je ziet Luna revamp. Dit is gewoon één kant wel bullshit, want ja. Maar, jij maar kan je wel van iemand anders leader maken? Ja, maar ik gebruik hem niet. Kijk, toen ik een kans had met jou, ja? Met, hoe heet die andere stad ook weer? Ik geef je even snel kans om even leader over te zetten, doe maar snel. Ah, sterk. Zo ben ik dan weer wel. Even mijn bedje geven aan mijn leader. Dus even snel. Ik zou snel in een kist leggen of zo. Maar kijk, Gerlof, kom op man. Hoe lang ben ik nou geband voor dan? Ga mij tenminste gunnen, want dit is echt gewoon fucking unfair. Je ziet dat ik hem niet gebruikt. Ik bouw je even, ik heb niet voor niks een weggekocht, snap je? Ik kan dat niet checken, zeg maar, snap je? Ja, maar kijk, kan je niet iets aan doen ofzo? Ik heb het niet gebruikt. Dat is het ding, kijk maar hier. Heb je leader overgezet? Doe even alles ja, maar het is echt, ja, maar het is echt fucking unfair, ja, man. Het is 90 dagen, man. Het is iets gevonden in SS. Ja, Gerlof, kom op, vriend. Kom op, broer. Het is weer unfair. De vorige keer, ja. Kijk, toen had ik... Ja, 135 zo, omdat je al een keer eerder bent geband. Zweer je dit? Maak je nou een grapje? Nee. Dit is echt een bullshit en ik gebruik hem niet. Ja, maar ja, ik gebruik hem niet. Ken jij OP autoclicker en generic autoclicker? Nee. Op de D-schijf... Hij heeft niet eens een D-schijf, dat vind ik het raar. Hij heeft geen D-schijf, maar hij heeft wel een autoclicker dat ik zie delete. Hey, ik heb twee schijven, ik heb een HDD en een SSD. En die zie je daar staan. Ja, dat klopt, maar jij hebt een autoclicker gedelete. Nee. En I don't know wanneer, maar een bestand genaamd autoclicker.exe. Je current... Ja, misschien een... Instance. Ja, misschien een lange tijd geleden dan, maar... Want ik heb maar twee schijven. Hoe lang is het lange tijd geleden? Hallo, kijk dit. Ik ben Arroy, maar fijn. Oh, ja. Right, aangezien jouw logs overeenkomen met het programma wat jij gedelete hebt... En jij echt... insane amount of logs duurt... Kan je nu eerlijk zijn dat je het gedelete of niet? Gedelete? Ik heb niks gedelete. Ja... Ik heb geen autoclicker geïnstalleerd op deze computer. Ik heb het ook niet gedelete. Er staan er toch wel een paar tussen. Oké. Nou, dit is gewoon obvious. Het is gewoon obvious. Ik heb een gedeeltelijke USB, voor de rest heb ik niks. Misschien dat het daarop staat. Die autoclicker? Ja, het zou kunnen, maar... Heb je die USB dus net uitgehaald dan? Die USB heb ik inderdaad net uitgehaald. Die is van een vriend. Een half uur geleden? Ja, die heeft hij meegenomen. What the fuck? Ja, hé. Oh mijn god. Er was net een... Kijk. Nee, wacht, laat me uitleggen dan. Er was net een vriend bij mij op visite. Die had een USB bij zich. Hè? Toen ging je lekker Minecraften. Ja, toen hij wou Minecraften. Ik bedoel, kan hier wel naast hem gaan zitten, maar hij gaat Minecraften. Ik zat op mijn telefoon. Ik heb geen twee computers. Sorry, zoveel geld heb ik niet. Maar hij had een USB bij zich. Hij zegt, kan ik mijn USB gebruiken? Ja, voor mij mag dat. Waarvoor dus heb je een USB nodig? Ja, weet ik veel. Al wilt hij porno kijken op mijn computer. Het is mijn vriend. Computer en je weet niet wat hij doet. Wees eerlijk, jongen. Je maakt jezelf alleen maar obvious. Die kerel die komt bij jou thuis, die vraagt random, mag ik even mijn USB-stick gebruiken? En jij hebt geen idee wat hij met die USB-stick doet. En ja, ik verwacht wordt, niet. Op het moment dat hij ge-SS wordt, moet hij ineens weg. Nee, hij is al half uur weg. Ja, en toen heeft hij iets gedelete. Nou, hij heeft zijn USB meegenomen. Je moet alsjeblieft, vriend. Ik moet letterlijk om je lachen, man. Ik wil je gewoon puur geen bang geven omdat ik het grappig vind. Even serieus.
Nee, maar dit is heel obvious. Dit is gewoon een client van NSS. Hoeveel dagen krijg ik als ik admit? 14. Wacht. Hey, jezus man, ik heb net 2 dagen up. Maar heb je het ook misschien nog een keer gaan cheaten? Heb je ook shit? Ik heb hem 2 seconden gebruikt. Je hebt hem dus geused? Ja. Okay, waar heb je hem dan gehide? Laat het zien. Waar heb je hem gehide? Of heb je hem geëxecuted? Kijk eens, ja, USB. Kijk, oh mijn god, hij noemt het een D-schijf. Dat is echt een 200 IQ play, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Je maar vriend heeft nu een USB. Weet je hoe obvious jij jezelf... Staat hij er nog op of niet? Ja, hij staat erop. Oké, open mis. Jij hebt hem wel geëxecuted, hè? Jij hebt hem wel echt geëxecuted, of niet? Nee, ik heb gewoon de dingen. Ik heb hem afgesloten en de USB eruit gehaald. Ja, dat is dus. En ik kan hem niet openen. En is hij niet meer te vinden op de PC. Seconde, ik gebruik nooit auto klikken. Nou, we waren combo, we wouden kijken of we in die hoeken konden vliegen. Alleen mijn kliks waren niet te hoog. Toen zegt hij, gebruik even dit. Toen gebruikte ik dat. Konden we vliegen. Nou. Waarom doe je dat? Dat is toch zonde? Dan zeg je het uit, bro. Om te kloten toch? Nou, dat is echt dom, man. Ja, sorry. Ja, oké. Okay. Bro, we moeten je wel voor je verbannen, want we hebben jou een kans gegeven in het begin. Voor admit cheating, dat was de kortste ban. We waarderen dat je dit hebt vermeld. En voor een volgende keer, of cheat niet, of gebruik een normale smoes. Want geloof me, dit is het. Die maak je echt alleen maar obvious, jongen. Ik zweer het. Deze man zegt dat zijn vriend net thuis is geweest, alsjeblieft. Ja, joh. Ik heb veel smoesjes gehoord, maar dit is toch wel echt een van de slechte. Ik wist toch ook niet meer wat ik moest zeggen. Zo'n tijdje leuk, jongen. Wil je toegeven dat je dingen aan de server aan het doen was die niet mochten? Nou, ik heb een muis gekocht en... Blijkbaar als ik een knop indruk, gaat die sneller slaan of zo. Yo, dus okay. Je hebt heb je gebruik een frisky? Mag wel. Ben je momenteel aan het gebruiken in mijn schema, oké? Okay? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik waardeer heel erg dat je eerlijk bent. En je krijgt daarom voor mij een kortere ban. Oké? Okay? En voor hoe lang is dat? 14 dagen. 14? Ja, in plaats van 90, dus... Fijne dag nog. En rustig aan. Later.